Nou, zo waren één iemand al. Ik wacht even tot er weer meer bij zijn, want anders mist iedereen de helft. Ik heb toch wel even wat te vertellen. Over het nopnieuws van gisteravond. En wat me nu net weer overkwam, terwijl ik iets wilde posten. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we hier nu precies het... Hallo allemaal. Ja hoor, het is allemaal in orde. En Bla ook. Kijk, die ligt hier naast me. Bla, kijk eens. Even gedag zeggen, zie je? Zeg maar even gedag. Woef. Zeg je niks? Nee, Bla zegt niks vandaag. Ja, dag Sandra, dag Cloud. Dag Sanne Kopjes, Hopjes. En, oh ja, nu is het weer erg donker. Zo een beetje licht op mezelf laten verschijnen, toch? Goed, ik wil het even hebben over meneer Omtzigt, die van de week een hele mooie toespraak heeft gehouden in de Tweede Kamer, waarmee hij echt de vinger op de zere plek legt. En nu moet u die video zelf maar zien, staat op de tijdlijn ook. Weliswaar met enige moeite was het. Want dat ga ik u zo vertellen. Maar ik ga eerst even vertellen wat er met het NOP. Hè, ik noemde het NOP, dus NOS van 8 uur. Daar was even een interviewer met de presentator. En die was wat aan het vertellen over wat er gebeurde in de Tweede Kamer. En toen haalde die man ook aan dat er dat meneer Omtzigt wel een heel belangrijke toespraak heeft gehouden. Ja, ja, zegt de presentator. Daar komen we zo meteen wel even op terug. Het was, ja, volgens mij was bij het NOS. NOP dus, hè. Verrot door het bot. En het NOS was afgelopen en het kwam niet meer. Nou, toen wilde ik het gelijk plaatsen gisteren. En dat lukte me niet, het was gisteravond. En dus straks, dus een half uurtje geleden, kwam ik die video tegen waarin Omtzigt dat verhaal vertelt over wat hem is overkomen en hoe hij staat ten opzichte van de hele Haagse kliek. Hij staat er zelf ook middenin. Hij kan er ook nog niet echt uitstappen, maar het zou weldaad zijn als die man eruit zou stappen. En dan voor zichzelf verder gaan. Mijn moeder, 13 jaar geleden, zei al, dat is de enige 17 jaar geleden is de enige betrouwbare politicus bij het CDA. Maar goed, wat gebeurt me nu, de net? Ik klik dus aan. Het was Danny, Dutch Danny geloof ik, die had het gepost. Ik klik het aan en ik ga invullen. Nog voordat ik ingevuld had de tekst die ik erbij wil zetten over maakt niet uit wat, verscheen er dus in dat venster waar je normaliter datgene wat je post ziet verschijnen, verscheen er een tekst. Bla, bla, bla. En als het niet volgens onze richtlijnen is, dan moet u wel weten dat het verwijderd kan worden. Wat is dit? Zitten ze er zo bovenop? Zijn ze zo bang? Hetzelfde wat dat corrupte zootje vandaag weer probeert door te drukken bij versuft Nederland. Het spijt me mensen, ik zeg het heel netjes. Maar het grootste gedeelte van Nederland, die stelselmatig een volger is van wat er op de NPO-zenders vermeld wordt en de commerciële, die zijn geen knip voor de neus waard. En dat zijn natuurlijk ook de mensen die dadelijk, wanneer het echt helemaal fout is, gaan lopen roepen, ja, ik heb het wel altijd gedacht, ik heb het ook wel gezegd, maar ik bleef wel thuis zitten. Dat zijn diezelfde zwervers die je ziet zitten. Sorry, dan ga ik weer boos worden. Dat zijn diezelfde, te goede trouw,
Nog nooit iets geleerd, nog nooit wat bijgeleerd. Alleen maar alles geslikt voor zoete koek wat er door de overheid u aangeboden is, met een mondkapje achter het stuur, alleen in de auto zitten. Mensen, ik word kotsmisselijk als ik op de Rijksweg rijd. En ik zie die borden langs de kant van doe het veilig, rij alleen. Sorry, ik schreeuw weer. Ja, ik word zo boos. Ik word zo boos. En het wordt toch eens tijd dat heel veel mensen gaan begrijpen waarom ik boos ben. Niet boos vanuit plezier en dat ik lekker kan schelden of woedend kan zijn. Boos van enorme frustratie dat ik toch tussen heel veel mensen in dit land zitten. Of tussen het land zit. Waarvan ik durf te zeggen dat het gros van die mensen niet een knip voor de neus waard zijn. Laffe, bange, zieke, ziekelijke mensen. Die alleen maar aan zichzelf denken. En alleen maar bezig zijn volgers te zijn. Het is nog erger dan dat we vroeger volgers hadden van allerlei christelijke stromingen. Ze zijn er nog steeds en zonder de goeie onder die mensen. Voor het hoofd te willen stoten. Het gros van de christelijke volgers zijn geen knip voor de neus waard. Want iedere strijder, deze tijd of in het verleden, en dan kan je Jezus ook een strijder noemen, want anders, ondanks het dat hij daarmee een grote fout maakte, trapte die de geldwisselaars uit de tempel. Nou, wat een zachtzinnig mens was die Jezus. Nou, het moest op dat moment. Evengoed dat nu op dit moment wij als mensen gezamenlijk op moeten staan tegen deze machtswellustelingen die alles doordrukken zonder enige vorm van bewijs, zonder enige vorm van wetenschappelijk bewijs, helemaal niets. Men praat een aantal landverraders bij het OMT na. Hoe noem je dat? Die lui, zonder dat ze enig gevoel hebben, zonder dat ze enig wetenschappelijke inzicht hebben, want het zijn altijd varianten, die lui. Het zijn geen virologen. Het zijn geen fantastisch, al in het oog van de maatschappij, omhoog geschoten wetenschappers, het zijn verraders. Het zijn mensen die in het verlengde praten van wat de overheid u aanprobeert te smeren. Hetzelfde als de media. Heeft u nu de beelden gezien van afgelopen zondag? Hoe de overheid opdracht gaf via dat monster Halsema, die dan nog even van tevoren predikt zo van ja, u kunt met z'n allen komen demonstreren, want dat is een recht. En als u alleen komt, is het helemaal geen probleem. Schandalig. Schandalig. Geen beelden bij de NPO-zenders. Geen beelden bij het NOS waar het om gaat. Geen beelden van die mensen die neergeknuppeld worden. En dan nog eentje die ik al nooit vertrouwde, maar gisteren helemaal zijn foute gezicht heeft laten zien. Jensen leunt tegen de overheid aan. Kijk de uitzending van Jensen maar terug. Dan begrijp je waar ik het over heb. En dan nog een enorme omissie van meneer Jensen. Er werden gisteren mensen met de knuppel op het hoofd geslagen. Maar waar is Jensen nu? Die man die met de knuppel op het hoofd geslagen is, is een strijder die vanaf dag 1 met het Jensen-t-shirt gelopen heeft.
Lekkere steun krijg jij met je hoofdwond van die meneer Jensen. Achter zijn ellebogen heeft hij het. Hij praat voor een selecte groep Nederlanders. Hij praat niet voor u allemaal. Hetzelfde dat er heel veel andere zaken bij Jensen niet benoemd worden. En dan kunt u denken wat u ervan denken wilt, omdat ik het dan weer zeg. Maar 5 mei vorig jaar werd ik op het hoofdbureau van politie gestompt en geslagen in Den Haag en naar buiten gewerkt en vervolgens door 4 en naderhand 6 mensen 10 minuten lang bovenop me zittend mishandeld. Heel veel mensen hebben de informatie aan Jensen doorgegeven. Ze hebben 0 reactie gehad en Jensen heeft er nooit op gereageerd. Hierbij liet Jensen toen al zijn hele foute gezicht zien. En nu kan ik het hele rijtje wel opnoemen van alle foute mensen die er in Nederland zijn en die wel de aandacht krijgen van de media en van u. Het wordt tijd dat u gaat kijken hoe de vork in de steel zit en zich niet met een kluitje meer in het riet laat sturen. Afgelopen zondag was een voorbeeld van machtsmisbruik van de meest foute overheid op deze planeet denkbaar, omdat wij altijd met het aureool hebben gelopen goed verzorgd te zijn door een fantastische overheid. Nou, het blijkt dus helemaal niet waar te zijn. Wij werden afgelopen zondag zonder enige aanleiding, en ik stond deze keer niet vooraan, ik was iets te laat, omdat mijn zogenaamde routebeschrijving niet werkte en ik alle kanten uitgestuurd werd, behalve de goede. Maar wij werden, u dus, uw mensen die daar stonden, werden besproeid met water. Even later kwamen de jongetjes met de lange lat meppen. Daarna kwamen de paarden, die reden over mensen heen. Die liepen gewoon over mensen heen. Daarna kwamen de paarden met de lange lat. Daarna werd de mobiele eenheid weer ingezet om mensen weg te drijven van het museumplein. Toen werden er mensen die toevallig in een straat parallel aan het Vondelpark liepen, omdat ze die richting uit werden opgepakt. Weliswaar zijn ze 's avonds allemaal losgelaten. Want er was natuurlijk geen inhoudelijk argument om die mensen daar ter plekke op te pakken. Je reinste intimidatie. Van een schurftige tot op het bot. U hoeft maar naar die koppen te kijken. Van Rutte, De Jonge, Oldengren en ik noem er nog maar een paar. U weet nu toch ook wel wat er aan de hand is met D66? Eerst zeggen dat ze tegen zijn en zometeen meestemmen als puntje bij paaltje komt. En heeft u nog niet iets door? We gaan een hele aparte tijd tegemoet met allemaal D66-snollen. Sorry dames, want de damesstrijders en normaal de vrouwen in mijn omgeving benoem ik niet als snol. Maar alles wat daar bij D66 als vrouw rondloopt zijn snollen. Zijn verraderlijke, vieze, gore, leugenachtige, huichelachtige types. En D66 gaat nog veel meer horen. Ik wacht even tot het verkiezingstijd is. En dan doe ik even een boekje open over de bestuurderspartij D66. Met al hun verraderlijkheid, al hun minachting voor het Nederlandse volk. Alle momenten dat ze zich hadden uit kunnen spreken over walgelijkheden van de overheden, hebben ze het nagelaten. De regiovorming, Rotterdam-Rijnmond, 100
misschien wel honderden miljoenen verdwenen in de zakken van ambtenaren, gekozen bestuurders, handlangers. U gaat het allemaal horen, want het is een groot zootje. Dit wat nu op moment de dienst uitmaakt in Nederland. Het zijn verschrikkelijke minachtende mensen naar u toe. Ze minachten werkelijk alles. Ze staan alleen maar voor zichzelf. Nou, dat was de zijde even over D66. U begrijpt dat ik die niet op mijn kieslijstje heb staan. Maar wie zou ik wel op mijn kieslijstje hebben staan? Meneer Omtzigt, wanneer die het lef zou hebben om die verraderspartij, die huichelijke christenhonden, noem ik het. En dan heb ik het niet over de mensen in het land die zo dom zijn geweest al die jaren op het CDA te stemmen. Ik kreeg ruzie met mijn moeder, een devote Rooms-Katholieke christen. Weliswaar aan het eind van haar leven zich afgewend. Wel nog naar de kerk ging, wel nog wel bidden, maar ook geen vertrouwen. Dus ik heb het niet over u, mevrouw of meneer, misschien wel van mijnzelfde leeftijd, die te goede trouw altijd op het CDA gestemd heb. Maar de mensen die meneer Segers en die andere verdwaasde, leugenachtige volksmenners van CU en SGP. Op het Malieveld heb ik ze bezig gezien met een paar duizend directe volgelingen. Wat een walgelijkheid kwam er uit die strotten van die twee. Ik heb het op een van mijn video's staan, dus als u wilt moet u maar gaan zoeken. Maar echt, het daglicht kan het niet verdragen. Laten wij bidden voor deze huichelaars in het kabinet. Oh ja, en u moet ook weten dat in Nederland is het best wel goed, want in de rest van de wereld is het veel slechter. Dat zijn de woorden, dat zijn de beargumenteerde stellingen die over die mensen daar, die schaapjes, en die hebben met z'n allen staan bidden. En dan heb ik het natuurlijk ook helemaal niet over viruswaarheid. Viruswaanzin, viruswaarheid, virusweerzin. Want wat een weerzin wekte het bij mij en velen op toen Mordechai voorstelde om een doodskist in een hart te plaatsen. Geen enkel argument. Er is geen enkel argument te bedenken om deze actie van viruswaanzin, viruswaarheid, virusweerzin, weerzinwekkend goed te praten. En zo nu en dan word ik ook gefopt, want dan zie ik Willem Engel praten met mensen. Maar het gaat er toch alleen maar weer om zichzelf en de rest omhoog te pijpen, te blazen. Het is te walgelijk voor woorden. Mensen in dit land, wanneer gaat u nu zelf nadenken? Wanneer gaat u nu zelf het heft in handen nemen? De komend weekend is er weer een demonstratie, wat geen demonstratie is, want een demonstratie mag dan niet. We mogen wel demonstreren, maar in ons eentje. Nou komt u dan allemaal alleen in gezamenlijkheid. En ik roep werkelijk iedereen in Nederland op. Als er één politieagent is die het lef heeft om een burger met die lange lat te slaan. Als ik het zie, zelfs met mijn 67 jaar en kanker en heel veel nek- en rugproblemen, zal die desbetreffende agent aanvliegen. Zit hij op een paard, zal ik hem van het paard aftrekken. Ik hoop dat vele mensen met mij dat zullen gaan doen.
Het is, om bij Mordechai te blijven, een gospe. Dat wij dit ons laten gebeuren. De politie hoort ons te beschermen. De politie hoort ons niet af te ranselen. Daarom hebben wij ook een aantal strijders. En Rosie uit Den Haag zag wat op de zebra liggen. En daar lag dus zo'n lange lat. Die hebben we opgeraapt. En Rosie heeft hem naderhand aan de politie teruggegeven. Met de duidelijke boodschap dat wij niet voor geweld zijn. Maar ik weet zeker dat die politieagent die de komende ontmoetingen van burgers en politieagenten gaat slaan, het ziekenhuis ingeslagen en getrapt zal worden. En als de politie vindt dat ik nu aan het ophitsen ben, moeten ze maar heel erg snel bij me langskomen. Want dan zal ik ook tegen die desbetreffende dienders een doekje open doen over hun korpsleiding. De korpsleiding Nederland en aanpalende korpsleiding van het district Haaglanden. Met die corrupte korpschef daar. Met zijn corrupte assistenten. Wanneer ik vraag om een gesprek nadat ik mishandeld ben, dat ik dan te horen krijg dat ik maar naar de website van de politie Haaglanden moet gaan en een klacht moet indienen. Wat een klacht. Een klap voor je kop kan je krijgen. Asociale schoft dat je bent. Walgelijke hoofdcommissaris van politie Den Haag. En meneer Zanen, voor u heb ik ook wel even een berichtje. Dat u niet wenst te reageren op mijn brief, komt u duur te staan. Vuile gorren omhooggevallen bij gebrek aan tegengewicht. Betere politicus in Nederland. Een rat ben je. Een schooier ben je. Een walgelijke man ben je. Er zijn intussen tijd mensen die proberen jouw mishaps van het verleden aan te brengen. Maar dat wordt door die dienaren nu op het stadhuis Den Haag, die bestuursambtenaren, wordt dat ook uit de wind gehouden. Alle ambtenaren, alle bestuursambtenaren in Nederland dienen tegen de muur gezet te worden, vastgeketend en onderzocht welke misdaden zij begaan hebben tegen u, het Nederlandse volk, daar waar zij ook in dienst waren. En of het dan Den Haag is of Amsterdam of Lutjebroek, het maakt mij niet uit, maar overal, overal in Nederland heeft de bestuursdienst van elke gemeente zitten frauderen in de notulen van alle vergaderingen die er zijn. Alle vergaderingen. En elke burger die denkt dat hij heeft kunnen inspreken, komt van een koude kermis thuis. Want inspreken is voor de burger het hoogste recht, denkt hij. Maar voor de gore, vieze, smerige, corrupte ambtenaren is het slechts een procedure. Afvinken op het lijstje waar ook onder meer altijd staat veiligheid, politie, financiën. Daar worden vinkjes achter geplaatst. Weet je, als een hokje en er wordt een vinkje geplaatst. Daar wordt in gesjoemeld. Vandaar dat daar waar burgers het lef hadden om het op te nemen tegen de malverzerende overheid, ze altijd het nakijken hadden. Want de notulen die als bewijs aangevoerd worden voor een constructief gesprek, of eventueel niet, maar dan is het bewijs er, werden altijd veranderd. En zo gaat het aan de lopende band. En nu,
Op dit moment is het kabinet demissionair. Maar alle ambtenaren die er achteraan lopen, en er lopen een hoop van die ratten achter Rutte aan, want dat zijn dezelfde koppen en namen die ik 20 jaar geleden ook in Den Haag rond zag dartelen bij dat op het bot, tot op het bot, verrot en corrupt en nou werkelijk, er zijn niet voldoende eufemismes voor. Want ik druk me nog steeds slechts heel rustig uit. De gemeente Den Haag is het meest ranzige plekje van Nederland. Veroorzaakt door ranzige ambtenaren die constant mensen afhouden wanneer ze ergens iets over willen weten of iets aan willen brengen of een fout recht willen zetten of een mishap van bestuurders willen helpen corrigeren. Nee, weglopen, wegdraaien, weg, alles weg, weg, weg. En wilt u alstublieft geen e-mailtjes meer sturen? En wilt u niet meer opbellen? Wilt u ons niet meer lastigvallen? U denkt misschien dat ik het over mezelf heb. Nee, want ik heb ze niet lastiggevallen. Ik heb alleen ze nu en dan eens een briefje gestuurd. En een telefoontje gepleegd. Maar er zijn heel veel mensen die regelmatig aan de bel trekken en ook weer het foute verleden van meneer Van Zanen naar boven proberen te halen. Ze krijgen geen voet aan de grond, want het hele circus met corrupte bestuursambtenaren eromheen. En binnenkort zal ik ze u allemaal uitventileren, de namen. Of uitventen heet het dan. Corrupt tot op het bot. Alleen maar voor zichzelf en voor de politieke stroming die zij het lekkerst vinden om mee te drijven. Het is een goor zootje. En nu ook. Wat er nu gaat gebeuren. U kon het al gisteren zien. Op het journaal werd gesproken. Ja, het is allemaal nog niet zeker hoor met die avondklok. En dan gaan ze verder, bla 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 bla. Maar ja, u mag dadelijk wel uw hondje nog uitlaten. Zo wordt u gemanipuleerd. En de volgende dag gaat het natuurlijk ook weer alleen maar over die avondklok. En nu komt die smeerlap, die Rutte, die demissionaire imbecil, die komt nu gewoon doen alsof hij nog helemaal niet demissionair is. En gewoon even vertellen dat hij het nog steeds uitmaakt. Want hij heeft het OMT. Nou, dat is een stelletje verrotte figuren bij elkaar. En u laat het zich aanleunen. Nou, ik ga gewoon naar buiten. Met of zonder hond. En neem nou maar van me aan, lieve politie, lieve bestuurders, lieve wie dan ook in het corrupte, verrotte, tot op het bot verrotte overheidssysteem. Wanneer u mij lastig valt, staat wat ik ga doen niet in verhouding met wat u mij aan kan doen. Want in het verleden zei ik al, ik blaas het hele zaakje op. En ik ben dat wederom van plan. En nu kunt u weer met gefrustreerde beentjes bij elkaar gaan zitten en dikke stront tussen uw billen of dunne. Want wanneer ik de zaak opblaas, vliegen er geen stenen en vliegen er geen benen rond. Maar de structuren van het tot op het bot verrotte Nederlandse democratische bestel. Ik heb het eerst alleen maar gehad over de gemeente Den Haag. Maar nu, en met mij, vele mensen zijn bezig om bommen te leggen onder het tot op het bot verrotte democratische bestel. En eigenlijk zou het zo moeten zijn dat al die verschillende groepen en al die mensen die nu met elkaar nog steeds overhoop liggen en waar ik ook nog steeds denk van Jezus, dat is er weer zo'n zak, dat is weer zo'n huichelaar. Eigenlijk zouden wij allemaal de handen in één moeten slaan. En hoe meer handen wij in één slaan, hoe duidelijker wordt wie de handlangers zijn van die smerige tot op het bot voorgenoemde overheid.
Ik hoop dat u me goed gehoord heeft. En ook korpschef Nederland. En ook korpschef Den Haag. En ook meneer Van Zanen. En ook de bestuursambtenaren in de gemeente Den Haag. En ook de bestuursambtenaren die om Rutte rotte kop heen lopen. Want jullie gaan ook allemaal hangen. Want jullie hebben ook allemaal een verleden van misdaden. Misbruik. Jullie zijn allemaal verrot. En jullie gaan er allemaal aan. En dat betekent dan niet dat jullie direct een kogel door je kop moeten hebben. Maar jullie zullen op water en brood. Jullie huizen zullen afgepakt gaan worden. Al jullie mooie dingetjes zullen jullie kwijtraken. Want het komt eraan. Want het Nederlandse volk begint echt langzaam uit hun gefluorideerd, geïnitieerde winterslaap te komen. U dacht dat u het wel zou redden, meneer Rutte, huichelaar, mevrouw Ollegren. Ja, eigenlijk wel meneer. Maar goed, ik weet niet wie meneer bij jullie is. Het mannetje. En zonder daarmee alle goede homo's en lesbiennes ook maar iets negatiefs te zeggen, want dit stel is wel het meest verrotte lesbische stel van Nederland. En daar zeg ik dus niets verkeerds over. Over mensen die of lesbisch, of homo, of bigender, of weet ik veel. Alle varianten die door voorgenoemde verrotte tot op het bot verrotte overheid bedacht zijn om uw kinderen gek te maken. Nou, als u dan toevallig in dat stramien zit, ik wens u veel succes. U mag van mij doen wat u wil. En als u met een rokje wil lopen, of met een broek, of met een broek achterstevoren, of u wil wat u wil, het maakt mij niet uit. Wanneer u dat doet in respect naar andere mensen, zal mij dat een zorg zijn. Maar deze, tot op het bot, jarenlang, tientallen jaren lang, want ik weet dus al van 30 jaar lang dat dit plaatsvindt en 20 jaar geleden ben ik mijn bedrijven kwijtgeraakt vanwege malversatie, niet mijn malversatie, maar malversatie van leugenachtige bestuurders met politiek gekozenen, met een burgemeester, met een ombudsman, met rechters. Dit is de waarheid en deze waarheid komt naar buiten. En alle waarheden van alle andere mensen ook. Ze moeten hangen. 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 Ondersteboven. Aan de hoogste boom. Lekker heen en weer waaien. Al die tot op het bot verrotte bestuursambtenaren. En ik zeg niet dat we ze dood moeten maken. We moeten ze zo lang treiteren dat ze vanzelf zeggen, genoeg is genoeg. En misschien moeten we dan de stoel wel weer initiëren in Nederland, zodat ze daar vrijwillig op kunnen gaan zitten. Want het is toch wat als je dadelijk door het hele land met de nek aangekeken wordt. Een bom. Een bom onder alles wat uw leven onmogelijk maakt. En dat betekent dus een bom onder bestuurlijk, democratisch, tussen aanhalingstekens, Nederland. Wij roepen niet op tot geweld. En ik spreek nu niet in pluralis majestatis, maar ik spreek wij, de mensen die afgelopen zondag er waren. En daar waar geweld geprovoceerd werd en het leek of het bij ons vandaan kwam, had de overheid handen en voeten. En zoals je ook al kan zien, de voet van die man die springt tegen het schild van de ME. Opgezet pandoer. Deze overheid die weigert niets en die durft ook niet, die durft alles aan om uw leven onmogelijk te maken. En nu wederom wat eraan zit te komen. Mensen, ze zeggen wel dat 60% van de mensen gaat volgen, maar dat zijn dus de mensen die gevist worden uit het vijvertje van de NPO en de commerciële.
Wat dacht je? 40% van de mensen in Nederland kijkt daar niet eens meer naar. Alleen zo nu en dan, zoals ik, om eens even op de hoogte te blijven van alle rotzooi wat er over die 60% heen gegooid wordt. Dus als 60% dat zegt, en 60% van 60, dat is 6, dat is hoeveel? 46? Nee, 36. Dus dat betekent dat 36% van het Nederlandse volk erachter staat. Dat betekent dus dat 64%, dus het tegenovergestelde, wat die vuile huichelaars bij NOS en al die andere aanpalende zenders u op de mouw proberen te spelden, gewoon een pertinente leugen is. Want ik en de mijnen zijn nog nooit gevraagd voor een enquête. Want ze vissen in hun eigen vijvertje. Nou, voordat u last van uw oren krijgt, want ik kan het toch niet nalaten. Het spijt me heel erg. Ik kan zo natuurlijk ook praten, maar het lukt me gewoon niet. Er is te veel gebeurd in mijn leven. Ik heb te veel gezien. Ik heb te veel mensen zien worden vernederd. Ik heb te veel mensen zien worden misbruikt op elk denkbare manier. Ik ben het helemaal zat. En daarom schreeuw ik het uit. Ook omdat ik gedurende zo'n gesprek wat ik nu met u heb en waarin ik veel vertel, kramp krijg. Ik verzuur natuurlijk ook. Dus ik krijg een enorme pijn in mijn nek en rug. En daarom overschreeuw ik mijn eigen pijn. Mijn excuses. Ja, ik zal voor de uitzondering even de reacties doorlezen. Precies. Alle stellingen die ze doen, die zijn allemaal pro-corona en pro-vaccinatie. U krijgt allemaal leugenachtige cijfers. Nou, het gevoel van dat ik knoop ze op. Nou, ik knoop ze dan niet aan de nek op, dat vind ik vervelend, maar aan de pootjes. Mogen ze zwengelen heen en weer. Ik kan u wel vertellen, weet u wat er in Nepal gebeurde destijds met de Maoïsten? Die gingen mensen ook in bomen hangen. En dan werden kinderen gedwongen met kapmessen op die mensen die dus al opgehangen werden in te hakken. Nou, bereid u maar voor. Deze overheid is tot alles in staat om uw buren tegen u op te zetten. Uw dokters tegen u op te zetten. Uw wijkagent tegen u op te zetten. Ik ga even terug, even verder kijken. Tijd voor revolutie. Nou, daar zitten we natuurlijk al. Nou, JOVD, pedoclub, nou wie zat daarbij? Rutte en hoe heet die andere? Nijpels, ook zo'n vies mannetje. Kijk, jullie denken natuurlijk, die Leo Stoten zit wat te schreeuwen altijd. Maar vergeet nou niet dat ik dus al 46 jaar geleden in de Tweede Kamer rondliep. En dus al die foute koppen gezien heb. En dus erbij was dat het homootjes waren. Omwille van iets te verkrijgen. Het maakt niet uit of iemand homo is. Maar wanneer het vieze homo's zijn, die alleen maar bezig zijn zichzelf daar binnen te glijden ergens. Ik zeg wel wat, hè. En ik weet zeker dat de meeste homo's en lesbiennes in Nederland gewoon falikend achter me staan, want die weten donders goed waar ik het over heb. Want ik heb het over de fouterikken. En daar spugen ook alle homo's en lesbiennes en transgenders en weet ik veel, die spugen daar ook op. Want die zijn al door de mand gevallen. En als ze nog niet door de mand gevallen zijn, dan vallen ze binnenkort ook wel allemaal. Tuurlijk had Pim Fortuyn goed lijkt. Nou, zal ik u een leuk ding. Pim, die was aan het klagen omdat ik het niet met hem eens was, zei die. Toen zei ik, Pim, moet je nagaan, dat zei ik tegen Pim. Pim, heb je ooit gehoord dat ik het niet met je eens ben? Ja, maar jij zit dan altijd zo stil en jij... Ik zeg, Pim, jij krijgt last van die grote bek van je. Maar dat komt. Pim had natuurlijk het aureool van professor boven zich hangen. En daar konden ze niet tegen op. Ik heb een ander aureool boven me hangen. Leo de Strijder. En ik heb daar geen moeite mee. En ik lust ze allemaal rauw. Allemaal. Allemaal. Er is er niet één die met mij een normaal gesprek aan kan.
of aan durft te gaan. Omdat ik vanuit mijn hart spreek, wat het hoofd heeft ingebracht, wat het ogen en oren gehoord en gezien hebben, waar dat hoofd over nagedacht heeft, waar dat hoofd het heeft getoetst bij andere mensen en vervolgens verbijsterd is in zijn hart. En daar kan niemand tegenop. En zeker niet die laffe, bij gebrek aan omhoog gevallen bestuurders in zo'n beetje heel bestuurlijk Nederland. Nuremberg natuurlijk, 6 februari Maastricht, zet Roger Hop. Het komende weekend is het Eindhoven. Nou ja, we zijn leugenaars, dat weten we. Het zijn allemaal leugenaars. Het zijn allemaal vrijmetselaars, dat weten we ook. Kunnen ze nu natuurlijk allemaal gaan ontkennen. Stemmen is een illusie, ja, dat weten we ook. Dankjewel, Roger, dat wisten we allemaal lang. Maar vandaar dat ik dus ook zeg, oké, daar ga ik weer. Vandaar, stemmen is een illusie. Natuurlijk is het een illusie, zolang als er niks nieuws is. Maar wanneer je Vrij en Sociaal Nederland, die zich dan op 9 september tussen 9 en 11 presenteren in Nieuwspoort. Nou, ik doe dit nooit. Maar voor Vrij en Sociaal Nederland, dat is dus dit, hè. Het is helemaal down. Want het is natuurlijk niet Veilig en Sociaal Nederland. Want anders hadden ze dus ook die doodskist niet in het hart laten plaatsen. Het zijn dus ook vrijmetselaars of vrijmetselaars gerelateerde lieden. Het zijn stuk voor stuk huichelaars en leugenaars. Ik bedoel, ik heb te veel van die toespraakjes van die Mordechai, heb ik gehoord. Met zijn gezeik dat hij dat ze allemaal dood zijn, zijn familieleden. Wat een gelul, we hebben allemaal ons lijden. En daar komt hij ons nu mee opzadelen. Het is alleen maar, want hij was daarmee bezig voordat iemand in Nederland wist van die politieke partij. Ik had het al lang gezegd, ze zijn bezig zichzelf op te warmen en op te schudden om zo meteen een politieke partij. En je ziet het. Je ziet wat er gebeurt nu. Onbetrouwbare ratten. En ik heb gisteren nog weer met mensen gesproken. Die dragen die sociaal of asociaal en vrij Nederland, weet ik veel. Ik wil die naam niet eens kunnen herinneren. Een goed hart toe. En daar heb ik letterlijk tegen gezegd. Ik ben blij dat ik nog kan praten tegen mensen die erbij zijn. Ik zal er alles aan doen om ze de grond in te boren. Om ervoor te zorgen dat vrij sociaal Nederland, wat dus asociaal Nederland is, dat die het onderspit gaan delven. Omdat je kan nou eenmaal niet een systeem wat tot een bot verrot is, gewoon bij gaan zitten en mee gaan zitten lullen. Dat doet die Wilders in principe ook. En dan komt hij ze nu en dan met hartstikke leuke dingen. En nu heeft hij tegengestemd. Tegen die avondklok. Goh. Nou. Maar denk je nou werkelijk, als er een rechtvaardige politieke partij komt die voor u staat, dat Wilders dadelijk dan naast die partij gaat staan, dan staat hij ook weer tegenover die partij. Want dat hebben we dus in het verleden dus ook al gezien. Vorm van democratie, weet ik ook niet. Ik heb tot op de dag van vandaag nog steeds niet een gesprek mogen voeren met meneer de voorganger. Met meneer Hagen heb ik een gesprek van 3 minuten of 2 minuten gehad. En ik heb daarna een e-mail gestuurd om de afspraak die we zouden hebben te bevestigen. Ik heb op de dag van vandaag niks meer van die Haga gehoord. Dus oude wijn in nieuwe zakken. Dat betekent dus dat wat er was, dat komt in een nieuw jasje en gaat dan weer opnieuw ouwe hoeren. Thierry Baudet heeft ook nog nooit gereageerd. Ik heb tientallen malen verzoeken ingediend. Alles weggemoffeld. Oh, maar meneer Stoter, u moet nu wel blij zijn hoor. Want we hebben toch gedaan wat u gezegd hebt op het congres. Nou, en dan? Had ook iemand anders kunnen zeggen. En ik heb toen na dat congres heb ik gewacht tot iedereen klaar was met de selfies maken van meneer Baudet. En toen heb ik gevraagd, kunnen we een volgesprek hebben? Ja, dat kan wel. Nee, maak maar. Stuur maar een berichtje en dan komen we daar wel op terug.
Nee dus. Nooit dus. Oude wijn in nieuwe zakken. En u laat het zich inschenken. En u wordt er lekker dronken van. Net zoals dat u op een gegeven moment suf werd. Mensen die het dronken. Ook in Nederland. Voor de oorlog. In de concentratiekampen. Maar na de oorlog nog steeds. Ik zal u één voorbeeldje geven. Hoe schurftig deze overheid is met de RIVM, et cetera. En de gezondheidsraad, ze noemen het allemaal maar op. Er was op een gegeven moment heel veel gekrakeel over die fluor. En die fluor die zat in de tandpasta. Toen was er een arts in Nederland die heeft zich uitgesproken over het feit dat die fluor zo ongezond is. Nou, daar konden ze dus niets meer tegen doen. De volgende dag was er een artikel van, als ik het goed heb, of RIVM, of de Algemene Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, of de Gezondheidsraad. Eén van die drie. Maar ja, dat zijn zes handen op één buik natuurlijk. Maar die kwamen met, ja, en het is toch wel bla 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 bla. En de industrie heeft nu ook aangekondigd ook maatregelen gaat nemen, bla bla bla. En het is allemaal nu wel goed en veilig. Weet u wat het gevolg was? Een maand daarna, of twee maanden daarna, was het fluorgehalte aanzienlijk gedaald in de diverse tandpasta's. Er was slechts één categorie waar het fluorgehalte niet gedaald was. Daar was het gestegen. Dat was bij kindertandpasta. Dit is maar één voorbeeldje. Het gaat bij u 9 van de 10 keer ook het ene oor in en het andere oor uit. Ik praat te lang. Ik schreeuw vaak te veel. Ik ben te opgewonden. Maar nou begrijpt u waar het komt. Ik heb te veel narigheid gezien en opgenomen van de overheid, waarvan ik ook dacht dat het een correcte overheid was. Ik ben niet voor niets ooit lid gemaakt. Nooit lid geworden uit mezelf. Lid gemaakt van D66. Omdat ik dacht daar een betrouwbare politieke partij in te zien. Ik heb helaas aan de lijve alles mogen ondervonden. Wat je in een derde wereldwart of in een communistisch systeem mee kan maken. Ik ben er geweigerd bij bestuurdersvergaderingen. Terwijl ik bestuurder was van het bestuur in Rotterdam en bestuur in Den Haag. Dat was vanwege de situatie dat ik in de zomer op het strand zat en in de winter in Rotterdam. Ik heb mee mogen maken dat ik door medewerkers van het landelijk secretariaat tijdens een congres, in de pauze, in de doelen, in mijn eigen stad Rotterdam getrapt en geslagen werd door 6 medewerkers of 7 van het landelijk secretariaat. Omdat ze bang waren dat ik de inaugurale rede van ook zo'n corrupte imbeciel die niet normaal praten kan, Tom de Graaf, die toen tot lijsttrekker gekozen werd. Ze waren bang dat ik zijn inaugurale rede zou verstoren. En waarom waren ze bang? Omdat er dus een heel muisje erachter zat. Want Tom de Graaf werd de opvolger van die meneer van de Partij van de Arbeid, die daar ook boven op de kist is gaan zetten, boven op de deksel, om alle fraude die in zijn termijn met medewerking van alle politieke partijen in Rotterdam is toegestaan en waar ze allemaal van hebben mee zitten vreten, in Rotterdam, toen moest meneer de Graaf daar komen om diezelfde deksel op de put te houden. De beerput van malversaties van het collectief. Alle politieke partijen in Rotterdam hebben meegedaan met het onder de pet houden van behoorlijke zwendel. En wederom, als bestuurder werd ik daardoor bij ingelicht in een vergadering bij het atrium in het stadhuis van Rotterdam. Daar kreeg ik te horen van die enorme omissie die er was. En ik werd enigszins onrustig natuurlijk. Ja, pijn in mijn nek heb ik. Enigszins onrustig. En wat gebeurde er?
De voorzitter staakte de vergadering en ik werd door twee mensen de vergadering uitgeleid. Want ik was zo onrustig en ik leidde de boel af. Nee, het ging erom. Ik had toen letterlijk gezegd, als dit naar buiten komt, wordt D66 de grootste politieke partij van Nederland. Want dan kunnen mensen eindelijk eens zien dat er waarheid gesproken wordt. Nee, Stoter werd naar buiten gebracht. En omdat ik al zo vaak heibel had gehad, en omdat ik juist daarvoor een gesprek met zeer integere mensen had gehad om mij enigszins rustig te houden, om zo wat meer ellende naar buiten te kunnen brengen, heb ik me dat toen maar laten welgevallen. Want ik dacht, we komen er wel op terug. Er is nooit op teruggekomen. Wat u denkt van de Democraat? Het lijfblad van D66. Daar mocht ik niet meer in schrijven. Zelfs medewerkers van het wetenschappelijk bureau kregen te horen dat als ze nog ooit met Leo Stoter een stuk zouden schrijven, dus een wetenschappelijk stuk, dat ze ontslagen zouden worden. Hetzelfde als in mijn akkefietje met de gemeente Den Haag, dat de nieuwe onbetrouwbare ombudsman, en die zal ik wel bij naam noemen, want dat mens moet geslacht worden, mevrouw Lucardi, voormalig persvoorlichter van het Paleis van Justitie, werd ombudsman 19 jaar geleden in de gemeente Den Haag. En die gaf iedereen in kantoor van de ombudsman te horen: als jullie nog één keer met Stoter praten, worden jullie ontslagen. Bewijzen heb ik ervan trouwens. Die mensen die daar werkten mochten al bij aantreden direct nooit meer in mijn strandpaviljoen komen. Er waren namelijk mensen die daar werkten, dames, die het een heel fijn strandpaviljoen vonden, omdat het een vrouwvriendelijk strandpaviljoen was, waar iedereen zich gedroeg. Dus vrouwen konden daar alleen of alleen met hun kinderen naartoe komen zonder aangegluurd te worden. Of als er een probleem was, dan stapte ik erop af en dan was er geen probleem. Dan was er vrede, dan was er vrolijkheid, behulpzaamheid. Nee, deze risé van de gerechtelijke macht, hè, advocaat, jurist, mevrouw Lucardi, Lu met een C, Cardi, werd de ombudsman van de gemeente Den Haag. En waarom? Dat gaat u binnenkort horen. Of van de gemeente Den Haag zelf, of van mij. Want de gemeente Den Haag heeft nog een appeltje met mij te schillen. Maar ik heb een vrachtwagen vol met appeltjes met hen te schillen. En die heb ik recentelijk in een brief aan hun gestuurd. En dan krijg je een afzeikbriefje terug van de bestuursambtenaar. De ambtenaar die naast meneer Van Zanen zit. Ook zo'n halve zool. Nou, praten zullen ze met me en dan heel beschaafd. En dan zal ik dergelijke terminologie die ik nu gebruik niet gebruiken. Maar het zijn dus allemaal bij gebrek aan tegengewicht omhooggevallen ratten. Want anders waren ze niet omhooggevallen. Want het zijn mensen met een misdadige staat van dienst. Laat u dat nou maar eens op u inwerken. En ik hoop dat dit heel veel gedeeld gaat worden. Het water uit de kraan, dat is ook niet meer te drinken. Ik zou haast zeggen zuipen. Dan zou mijn moeder boos worden. Ik heb zo'n waterdestillatieapparaat. Nou mensen, u wil echt niet weten wat erachter blijft. Je kan volgens mij nog beter gewoon regenwater, en dan heb je daar mogelijkerwijs nog de neerslag van de chemtrails in zitten. Dat is minder gor en minder rot als wat bij u uit de kraan komt. En u ziet het niet. En als u het niet ziet, is het er niet. Oh, want zo bent u geprogrammeerd. Nou, ik zie dat er maar telkens zo rond de 40 mensen kijken. Dus dat betekent, er gaan weer mensen weg, er komen weer mensen bij. Maar ik heb het weer even lekker verteld. En ik hoop dat dit nu eens een keer serieus te harte genomen wordt. We leven in een land waar echt 90% van de ambtenaren
En dan heb ik het niet over de straatvegers. En dan heb ik het ook niet over de reparateurs. En dan heb ik het ook niet over allerlei mensen die zich in dienst hebben gesteld van u, burgers van Nederland. Maar dan heb ik het over de leidinggevende en met name de hoge bestuursambtenaren. Die moeten allemaal aangepakt worden. En als het niet zachtzinnig gaat, dan maar hard. Het beste zou zijn, zoals het in sommige landen is gebeurd, een vuilcontainer, daar pek in gooien en daar die ambtenaren in en dan kippenveren eroverheen. Het is te erg voor woorden wat ze allemaal hebben uitgespookt. List en bedrog. Mensen opzadelen met een financieel probleem. Dan 2 jaar later hetzelfde probleem uit de kast rakelen. Dan zeggen het probleem moet nu helemaal opgeruimd worden. En als u het niet doet, doen wij het op uw kosten. Dit is hoe ze met u communiceren. En nogmaals, het niet oprecht doorgeven van de notulen. Dus dat betekent het na afloop van vergaderingen altijd de notulen tegen het licht houden en daar waar onwelgevallige opmerkingen of aanwijzingen staan die tegen het politiek bestuur of tegen en zeker tegen het ambtelijk bestuur ingaan, veranderen en naar hun hand zetten. De bewijzen zijn er. Onderzoeken zijn er. Dus mensen, laat u nou niet gewoon opsluiten. Ga gewoon naar buiten. Als er 50.000 mensen naar buiten gaan, en dan hoeven ze nog niet eens allemaal tegelijk, dan zijn ze overwerkt. En dan kunnen ze echt dat geld, die boete, niet gaan innen. Want anders stel ik voor dat voor iedere euro die wij schade lijden, dat we dan maar bij die ambtenaren gaan kijken. En dat betekent dat hun auto weggehaald wordt, dat hun huisinboedel wordt weggehaald. Dan gaan wij het rollen omdraaien. Wij zijn met veel meer, maar u bent bang. Dat heb ik ook afgelopen zondag nog gezien. En dat zijn ook weer de spelmakers van de overheid. Want wat gebeurt er? Er wordt een charge. Die charge wordt teruggeslagen. De charge die in ME gaat terug. Dan gaan er een stelletje zwervers gaan ineens weglopen. En dan heb ik het niet over de ME. Dan heb ik het de zwervers die dus tussen de betogers zitten. En die trekken dan de betogers mee. En dat zijn de handlangers van de overheid. Zo wordt er gemanipuleerd. Zo wordt u in de maling genomen. Want u heeft natuurlijk niet gezien de beelden waarbij mensen door paarden onder de voet gelopen worden. U heeft natuurlijk niet gezien dat er rücksichtloos op mensen ingemapt wordt. U ziet wel die ene jongen die de lucht inspreekt, wat overigens ook een vazal van de overheid is. Een schande. Het is een schande dat wij met z'n allen in deze tijd leven. Het is een mooie tijd. Het is de meest bijzondere tijd in mensenheugenis. Want wij keren ons massaal tegen een stel addergebroed. Addergebroed van de hoogste orde. Addergebroed die zijn weerga niet kent in de geschiedenis. En die nu misbruik maakt van het vertrouwen wat u in al die jaren gegeven heeft. En hetzelfde hier zegt u, pagina zwartlakken. Maar die corrupte bestuurders hebben dus niet de vragen van meneer Omtzigt, hebben ze niet zwart gelakt. Nee, die hebben ze wit gelakt. En volgens hun eigen woorden hebben ze dat gedaan om meneer Omtzigt het wind uit de zeilen te nemen. Want dan ziet het er niet zo eng uit. U moet echt die video die bij mij op de tijdlijn staat van Omtzigt zien. En probeer ook zoveel mogelijk van die kamerdebatten te zien. Dan weet je precies hoe die kamerratten lopen. En ik denk dat Omtzigt zo'n beetje de enige echte witte rat is daar.
En witte ratjes zijn hele lieve ratjes. Wat zijn tamme ratjes. En Omtzigt is misschien dan wel geen tamme rat, want hij heeft het al die tijd volgehouden. En ik hoop, echt, en met mij denk ik honderdduizenden mensen, dat Omtzigt eruit stapt en voor zichzelf begint. Dan zal ik de eerste zijn die hem gaat steunen. Want deze man is een eerlijke, oprechte politicus. En die zijn er maar heel weinig van. En daar moeten we zuinig op zijn. Omtzigt, stap alsjeblieft uit het CDA. Begin voor jezelf. Je krijgt, terwijl ik geen CDA-stemmer ben, mijn stem. Omdat ik weet dat mijn moeder jou op jou zou stemmen. Want dat deed ze namelijk 17 jaar geleden ook al. Alsjeblieft, Omtzigt, voor het Nederlandse volk. Laat je hart en je gevoel spreken. Laat al die verraders van het Nederlandse volk achter je. Jij bent het waard. Jij had de lijsttrekker moeten worden. Maar ze weten gewoon dat je te eerlijk bent. Ze weten dat je te oprecht bent. Jij had alle betrouwbare functies moeten krijgen die er waren. Maar jij mocht niet, want je was te eerlijk, te betrouwbaar. Je doet je mond open. Dank je wel, Omtzigt, dat je dit kabinet wederom in zijn hemd hebt gezet. Dank je wel. En ik hoop dat heel veel mensen gaan kijken naar wat hij zegt en probeer ook nog meer van hem te vinden. Want deze man heeft zijn hart op zijn tong. En het is geen zwart hart, zoals ze bij die nieuwe politieke partij Asociaal Vrij Nederland hebben. Ik wens u een fijne dag. Ik hoop dat dit heel veel gedeeld gaat worden. En ik hoop dat de politie bij me langskomt voor een gesprek. Dan zal ik ze eens vertellen hoe de vork in de steel zit. Hoe zij gemanipuleerd worden. Hoe hun politiebonden vertellen dat zij graag geïnjecteerd worden als eerste. Nou, er is geen politieagent met enig verstand die als eerste gevaccineerd wil worden. Want die jongens hebben allemaal bij elkaar gestaan. En die hebben allemaal bij elkaar in de lift gezeten. Allemaal in de auto. Hebben zoveel duizenden mensen van dichtbij benaderd. En ze worden niet ziek. Dus die lui hebben een kern goede gezondheid. En die zitten niet op een vaccin te wachten. Maar wel de manipulators bij hun leidinggevende en de zogenaamde vertegenwoordigers. Wat alleen maar, ik zeg het voor de zoveelste keer, bij gebrek aan tegengewicht omhooggevallen ratten bij de politiebonden. En trouwens alle bonden. Want geen enkele bond werkt voor degene voor wie ze zeggen dat ze werken. Ze werken alleen maar in het verlengde van de overheid. Want die betaalt hun auto. Die betaalt hun onkostenvergoeding. Die betaalt hun salaris. Die zorgt dat ze na dit baantje weer een nieuw mooi baantje krijgen. En hierbij laat ik het. Anders ga ik dadelijk toch weer schreeuwen. En jongens, probeer nou als mensen zeggen die Leo die schreeuwt altijd, die is zo asociaal. Probeer ze uit te leggen dat Leo 30 jaar lang getuige is geweest van corruptie en malversatie, leugens en bedrog. Vriendjes en handjeklap. En zo kan ik nog wel even doorgaan.